Mijn naam is René de Vries en ik ben de Rijkshavenmeester Rotterdam-Rijnmond. Ik ben verantwoordelijk voor in één zin alle scheepvaartoperaties, maar dan iets meer de diepte in voor de veilige, vlotte, efficiënte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in het Rotterdamse havengebied. De Rotterdamse haven is een prachtig dynamische omgeving om te werken. En het is ook heel mooi, aan de ene kant beleidsmatig, maar aan de andere kant ook gewoon mooie operationele dingen. Het is een beetje een jongetjesdroom. Voor een deel zie ik mezelf als ketenregisseur, want dan heb ik het vooral over de afwikkeling van de varende scheepvaart in het Rotterdamse. Dus dat doen we samen met andere organisaties zoals loodsen, zeehavenpolitie, sleepbootmaatschappijen en dergelijke. De uitdaging waar we voor stonden was, en dan heb ik het over maart 2010, op dat moment begon ik als havenmeester. Samen met mijn team wilde ik enerzijds even naar onze interne organisatie kijken. En anderzijds wilde ik ook kijken of wij klaar waren voor de toekomst. En dan bedoel ik vooral als havenmeester wel klassieke overheidstaken. Dat is zo en dat blijft zo. Aan de andere kant wil ik ze ook op zodanige wijze verrichten dat ik niet de keten onnodig verstoor. Ik ben in gesprek gekomen met Sikko Santema van Centen. Wat mij bijzonder aansprak is dat hij ook veel zaken doet met de luchthaven Schiphol. Je ziet er zijn heel veel parallellen tussen haven Rotterdam en de andere mainporten van Nederland. Dus met name in het ketendenken heeft hij ons heel erg geholpen. Ik wil wel mijn werk goed kunnen doen, maar ik wil ook de keten als geheel niet onnodig hinderen. Dus vandaar dat het is eigenlijk havenmeester plus. Enerzijds gewoon de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden nakomen. Anderzijds ook de keten optimaliseren. En dan vooral het varende schip. Dus samen met de loodsorganisatie, samen met de sleepbootmaatschappij, samen met de bootlieden en uiteindelijk ook samen met de terminals. De energie die Centen heeft losgemaakt bij mijn eigen mensen en ook bij mij. En dat vervolgens heeft vertaald, dat heeft mij enorm positief verrast. Enerzijds zou je kunnen zeggen, het was verbluffend eenvoudig. Maar anderzijds was het ook een heel duidelijke boodschap, namelijk het schip centraal. Dat was de boodschap waarmee we op 1 mei het veld in gingen, zowel binnen als buiten het bedrijf. De stappen waar we nu mee bezig zijn, na afronding van de quick wins, die zijn iets ingewikkelder. Die zijn namelijk, enerzijds zijn wij bezig met een vernieuwing van onze informatiesystemen. Dus daar nemen we de lessen van Centen in mee. En anderzijds gaan we dit jaar ook nadrukkelijke afspraken maken met onze omgeving. Dus procesafspraken met onze stakeholders. Een visie is mooi, maar hij wordt pas echt krachtig als je hem kan delen met je omgeving. En ook als de omgeving erachter staat. En dat is gelukt. Spannend jaar, mooie dingen gedaan, goed op weg, maar er is nog veel te doen.